Als je 's winters wil vissen op ondiepe poldersloten waar de waterplanten zijn afgestorven, dan moet je goed nadenken over welk kunstaas je gaat gebruiken. Bij mij vallen de jerkbaits en de pluggen al snel af. Enerzijds omdat ik het een beetje barbaars vind, dat harde materiaal met twee haken. Maar vooral omdat ik ze te zwaar vind en dan een te zware hengel moet gebruiken. Ik vis het liefst met zo licht mogelijke spinhengeltjes. En dan kan je kiezen. Ofwel je neemt spinners of spinnerbaits. Ofwel je vist met streamers. Nou, spinners en dergelijke, die hebben het nadeel dat ze nogal gevoelig zijn als ze vuil oppakken. Dan gaan ze slecht lopen. En bovendien, ze zijn vaak windgevoelig. Dus heel lastig om nauwkeurig mee te werpen. Voor streamers geldt eigenlijk hetzelfde. Ze zijn behoorlijk windgevoelig. Maar ze hebben als tweede nadeel dat ze zo licht zijn dat die snoek vaak heel diep slikt. Zo diep zelfs dat ze opzuigen tot in de kieuwen. En dat is wel het laatste wat je wil. Nou, mijn oplossing is om ook op ondiep water gewoon te vissen met mijn aloude en alom bekende shads. Maar dan wel een klein beetje aangepast. Ik ga je laten zien hoe ik dat doe. Mocht je ze kunnen vinden, probeer dan shads uit die gegoten zijn van drijvend materiaal. Dat is een echte aanrader. Hier zie je twee voorbeelden. Eén met een kopje van 10 gram en de ander met een kop van 3,5 gram. En daar gaat het over vandaag. We hebben het immers over vissen op ondiepe poldersloten. Er staat hier nog geen halve meter water. En dan is de hamvraag of er al vis zit op dit moment. Nou ja, er is wel één manier om daarachter te komen. Maar de kans is groot dat ik toch gewoon te vroeg ben voor deze stek. Even proberen. Het is groen, zoals je gezien hebt. Want het zonnetje komt erbij. Vis met een drijvende shad. Althans, als er geen loodkopje op zou zitten van 3,5 gram. Ik ben nu op een stukje aangekomen waar het uitgebaggerd is. En dat is een centimeter of 60, schat ik zo. Het is ook wat donkerder geworden. Ik heb nog niks gezien. Dus ik ga het even proberen met deze shad. Bruin met zwart. De Black Belly Brown, zal ik hem maar even noemen. Kan je tergend langs naar binnen vissen. Kan je geen drijvende shads vinden, dan moet je gaan knutselen. Net als ik doe. Wat je nodig hebt, is een goede haak uiteraard, een goede jighaak. Bijvoorbeeld een 5.0 op een 11 cm shad. En een stukje sierdraad uit de hobbywinkel, zoals je hier ziet liggen. Dat sierdraad heeft een roestvrijstalen kern en is verkrijgbaar in verschillende kleuren. Zelf gebruik ik alleen zilver, goud en rood. Voor deze video beperk ik me even tot rood. In het volgende plaatje kan je zien wie de fabrikant is. Het is verkrijgbaar bij echte hobbyzaken. Dit zijn mijn favoriete shads van Spro, de Komodo van 11 cm. Ik gebruik eigenlijk maar drie kleuren. Brown glitter, chartreuse en de rusty nail. Die laatste heb ik ingekort. Ik heb de snuit eraf geknipt. Ik leg je nog uit waarom. Met de afgeknipte rusty nail ga ik je laten zien hoe je een
een heel levendig aasje kan creëren voor ondiep water. Uiteraard gaat eerst de jighaak erin. Op de manier zoals je dat bij elke shed doet. Maar dan komt de truc. De haak wordt vastgehouden door een weerhaakje op de haaksteel van de jigkop. Maar dat kan beter. Gewoon door het sierdraadje op deze manier. Ik hoop dat je het kan zien. Door de shed te steken. Een paar keer om de steel te draaien. En uiteindelijk rond het steeltje van het oog. Het eindresultaat ziet er als volgt uit. Een lekker wild koppie dat voor extra actie zorgt. En voor een shed die je heel traag binnen kan vissen. Het vraagt wat oefening, maar het is zeker de moeite waard om het een keer te proberen. Succes ermee! Dit is maar een voorbeeld. Je kunt dit principe natuurlijk op elke shed toepassen. Doe er je voordeel mee, zou ik zeggen. Dit is een goed voorbeeld van zo'n shed waar ik erg enthousiast over ben. Door het rode kraagje creëer je meer weerstand, waardoor je hem langzamer kan binnenvissen. Met als tweede voordeel dat hij net nog even wat wilder gaat bewegen. Ik zal het even laten zien. Al is het water hier niet zo helder. Maar goed, het gaat om het idee. Je moet het ook zelf uitproberen. Daar gaat hij. Het is hier ongeveer een halve meter diep. Zie je hoe langzaam je kan vissen? Krijg je helemaal geen aanbeten, dan kan je altijd nog veranderen van kleurencombinatie. Zoiets bijvoorbeeld. Maar verwacht er nooit te veel van, want meestal ben je gewoon op het verkeerde moment of op de verkeerde plaats aan het vissen. En soms allebei. Ik ga verder met deze.